2020, jaargang zit er bijna op. Een heel moeilijk jaar voor de club, voor Groene Ster. Corona gooide heel veel goed in het eten. Echter, op digitaal vlak hebben we weinig te maken gehad met corona. In die zin dat je online altijd alles kunt volgen. En in 2020 hebben we ook weer mooie stappen gezet binnen de club. We zien op websitebezoek, we zien op social media kanalen dat we een gigantische groei hebben gemaakt richting bijna 8000 volgers. Ik denk voor amateurbegrippen dat we daar trots op kunnen zijn. De insteek is om 2021 fanatiek verder te gaan. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor het volgen. Niet alleen voor de website, maar ook alle kanalen die we hebben en die we ook continu blijven voeden met informatie. Nou, wil je zelf nu ook op de hoogte blijven van alle informatie binnen de club? Volg ons dan ook op www.groenester.nl en volg ook alle social media kanalen. Want dan blijft u altijd op de hoogte van alle laatste nieuwtjes binnen Groene Ster. Bedankt voor het volgen en tot 2021. Het jaar 2020. Een schril contrast met 2019, waarin Groene Ster een tal van successen op sportief gebied boekte. Het kampioenschap in de hoofdklasse en daarbij de promotie naar de derde divisie. Dit is de districtsbekerwinst. En als cupfighter versloegen we eredivisionist VVV. En daarbij een mooie afsluiter als uitwedstrijd bij AZ. Het debuutseizoen 2019-2020 in de derde divisie kon voor het eerste elftal daardoor een inval met het coronavirus in maart niet worden afgemaakt. De laatste 10 wedstrijden werden niet meer gespeeld. Vanaf de zomer leek het een goede kant op te gaan. En volgden we met goede moed met een vernieuwde selectie en maakten we het eerste elftal naar een goede voorbereiding zich op voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Maar helaas, ook daar kwam vroegtijdig een einde aan door de tweede COVID-golf. Na slechts 5 competitiewedstrijden konden we er weer mee stoppen. Corona zette ook een streep door de Toto KNVB-beker, waar cupfighter Groene Ster opnieuw het hoofdtoernooi wist te bereiken. Maar uiteindelijk besloot de KNVB de amateurclubs uit te sluiten van verdere deelname. Een flinke dreun voor de club, spelers, staf en aanhang. Streven is nu om in 2021 een herstart te maken met 2 opties afhankelijk van wanneer we kunnen starten. Optie 1, 2 pools van 9 clubs en zal Groene Ster weer vanaf 0 moeten beginnen. Of optie 2, de eerste competitiehelft uitspelen en Groene Ster 1 zal de 10 behaalde punten in de eerste 5 wedstrijden kunnen behouden. Toch ben ik met mijn staf trots op onze selectie. We hebben met veel enthousiasme en motivatie de afgelopen 3 maanden intensief doorgetraind. Wij wensen voor 2021, laten we weer snel de competitie kunnen herstarten. En dan niet alleen voor Groene Ster 1, maar met alle overige senior elftallen die wel wekelijks aan de aftrap willen verschijnen. En laten we de stilte van nu inruilen voor het juichen van toen. Voor onze jeugdafdeling met 450 leden was 2020 ook natuurlijk geen alledaags jaar. Van het een op ander moment alleen nog maar trainen. Geen hoogtepunten zoals het toernooi, het kampweekend. Het hele jaar 2020 was voor onze jeugdafdeling aanpassen geblazen. Waar we veel respect voor hebben is dat al onze jeugdleden 2 keer per week zijn blijven trainen tijdens deze crisis. En behalve de training ook veel respect voor onze jeugdleiders die tal van activiteiten buiten de trainingen nog georganiseerd hebben. Denk aan de onderlinge wedstrijden, denk aan de circuittraining samen met Soccer Champions, denk aan het pietenvoetbal wat we recent hebben gedaan en natuurlijk de fotodag. Ook veel respect en veel dank voor de ouders die zich ook hebben moeten aanpassen aan de nieuwe coronaregels. De kinderen afzetten bij de poort en ophalen op de parkeerplaats. Het gaat als vanzelfsprekend. Maar dat 2020 anders was, dat bleek deze week ook wel door een mini-F-speler, een JO7-speler die me aansprak. In oktober lid geworden en deze week zegt hij tegen mij, trainer, wanneer mag ik eens een echte wedstrijd spelen? Nou, dat is natuurlijk ook de wens die ik voor 2021 voor alle voetballers en voetbalsters in Nederland uit wil spreken. Lekker weer wedstrijden voetballen, lekker weer tegen Bekkerveld, Sporting Heerlen, EVV. Heb goede hoop dat het er weer aankomt. Gezondheid boven alles. Maar laten we vertrouwen hebben dat we in 2021 weer lekker wedstrijden mogen spelen. Fijne feestdagen. Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als coronajaar.
Ook voor ons als voetbalvereniging Groene Ster uit Heerlijden. Een jaar een schril contrast met 2019, waarin Groene Ster tal van successen op sportief gebied boekte. Groene Ster verloor in het afgelopen jaar een tweetal belangrijke clubmensen en daarnaast ook nog oud-leden. Slechts 4 maanden competitievoetbal in 2020 en eindelijk onze verhuizing van het legendarische jeugdhome naar de nieuwe fantastische kleedaccommodatie, die nog steeds op een officiële opening wacht. Niet alleen op sportief gebied gooide corona roet in het eten. Ook het lange tijd dichtblijven van onze kantine heeft een grote impact en zorgde voor een aanzienlijke financiële aderlating. Een compliment gaat dan ook uit naar alle onze leden, die allen lid zijn gebleven, hun contributie hebben betaald in deze periode en daarmee een enorme solidariteit aan onze vereniging hebben getoond. Ook het sociale contact met supporters, leden, ouders, trainers, leiders, vrijwilligers en spelers in de kantine, op de velden en langs de velden, werd al deze maanden nodig gemist. Groene Ster dankt dan ook, ondanks het moeilijke jaar, ieder. Onze sponsoren, partners, leden, netwerk, ontbijt en begunstigers, die Groene Ster ook in deze periode trouw zijn gebleven. Onze trainers van senioren en jeugd en vrijwilligers, die Groene Ster steeds overeind hebben gehouden. Wij hopen in 2021 snel weer de mogelijkheid te hebben om jullie uit te nodigen en samen te komen op Sportpark Bronsenbroek. Om in te halen wat wij alle gemist hebben. Onze waardering te kunnen uitspreken middels een samen zijn en een passende attentie. Tot slot, we wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021. Maar zorg er met z'n allen voor, gezondheid staat in alles voorop. Ho, 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 ho.